binnen op Schiphol. Lekker op tijd, ondanks dat we file hadden. Het ging ook allemaal super snel met inchecken. Ik had online ook al ingecheckt. Dus dan kan je gewoon langs heel veel rijen lopen. Dus ik kan lekker eventjes hier weer tot rust komen voordat ik straks in het vliegtuig stap. En toevallig of niet, maar toen ik in de trein ben begonnen in dit boek, zag ik in het voorwoord van Elaine Aaron ook een stukje over dat voorbereiden op onbekende situaties, waar ik het gisteren over had. En zij zegt, het is eigenlijk een vorm van mentaal voorbereiden. Van mentaal ontdekken voordat je fysiek ontdekt. Als je meteen je fysiek ook in die nieuwe situatie begeeft, dan kan dat natuurlijk toe leiden dat je misschien gewond raakt of pijn gedaan wordt. En het mentaal eerst exploreren is dus veiliger. Nou, dit boek gaat helemaal over de strong sensitive boy. En hoe hoogsensitieve mannen het heel lastig hebben om in deze westerse maatschappij die sensitieve kanten van zichzelf te omarmen. En ook ten aanzien van dit punt. Want wat voorzichtiger zijn voor nieuwe situaties, dat is niet iets wat heel erg gewaardeerd wordt. Met jongens wordt juist wat meer risicovol gedrag. Jongens die de grenzen opzoeken en overgaan. Daar wordt toch eerder met trots over gepraat. Ja, mijn zoon die zit meteen al boven in de boom. Dat komt er een heel stuk trotser uit dan nou, mijn zoon was in de nieuwe speeltuin eerst even rustig aan het kijken voordat hij wat deed. Het lijkt zelfs wel alsof er ook schaamte is bij ouders als je kind wat terughoudender is. Nou, in ieder geval is dat wat heel veel hoogsensitieve mannen aangeven dat zij dat in hun jeugd zo ervaren hebben. Dat waar zij van nature goed in zijn en hun behoudende karakter, dat niet zo gewaardeerd werd. Dus zij hebben zichzelf aangeleerd om wel direct actie te ondernemen. Wel dingen te doen waar ze eigenlijk bang voor zijn. En dus die angst te onderdrukken. Zo leren jongens eigenlijk op hele jonge leeftijd al die emoties te onderdrukken. Uit onderzoek blijkt dat met de leeftijd van 5 jongens alles onderdrukken behalve boosheid. Terwijl als je op babyleeftijd kijkt, hoogsensitieve jongetjes, babytjes, eigenlijk emotioneel gevoeliger zijn, meer reageren dan hoogsensitieve meisjes. Jongens in het algemeen en meisjes in het algemeen. En op de leeftijd van 5 is dat dus helemaal omgedraaid. Tenminste, aan de buitenkant. Aan de binnenkant is het helemaal niet veranderd. Want je ziet als je naar de hartslag kijkt en als je naar de huidgeleiding kijkt, dus de zweterigheid van de handen, dat er fysiek hetzelfde gebeurt. Bij de jongens als bij de meisjes. Dus ze hebben dezelfde emotionele reactie, maar ze tonen hem niet. Ze onderdrukken hem. En onderdrukking van die emoties zorgt ervoor dat er continu een gespannenheid is en een vervelend gevoel en een stressgevoel. En dat heeft grote consequenties voor het lichaam. Het kan bijvoorbeeld eerder tot ziektes leiden, tot burn-out. Dus een groot probleem. Het zou mooi zijn als ook hoogsensitieve mannen voelen hebben dat zij al hun kanten kunnen laten zien. En dat zelfs bijvoorbeeld gaat om nieuwe situaties, gewoon voor zichzelf toestaan dat zij even de tijd nodig hebben om zich daarop voor te bereiden. Dat snel een beslissing nemen misschien wel een maatschappelijke norm is, maar daarom niet beter. Een wel overwogen beslissing is minstens net zo goed. Misschien zelfs wel beter. En dat gun ik de hoogsensitieve man. Volgens mij hebben we die heel erg nodig, dat die zich meer laat kennen. Gelukkig hebben we in Nederland er een aantal mooie voorvechters van. Mannen waar ik bewondering voor heb. Dus ik hoop dat die het verschil kunnen gaan maken. Nou, ik ga straks even verder in het boek. En over een paar uurtjes boarden. En ik hou jullie op de hoogte.